Hallo, ik ben Linda Thuis en ik maak beelden uit gerecycleerde oude metalen. Die worden aan elkaar gelast en die worden speciaal behandeld met een olie die gebruikt wordt op vrachtschepen. En dan kunnen de beelden perfect buiten staan en die roesten niet door. Dus ik zou zeggen, kom kijken. Dus ik ben een leerling van Jan van Puinbroek eigenlijk geweest. Hè? Dat is ook een oude schotenaar. Ja. En die heb ik hier ook op Duiskasteel leer kennen. Hè? Ja. En dan heb ik eigenlijk gezien wat dat eigenlijk schilder was. Dat vond ik eigenlijk een fantastische meester. En die heb ik dan ook aangeklampt, letterlijk. Ja. En daar heb ik dan 6 jaar van geleerd. Daar heb ik mijn beroep geleerd. Want schilderen is eigenlijk nog altijd een beroep. Er zijn veel mensen die dat vergeten. Ja, ja. Maar in de oude tijden, ik vind zelfs al in de tijden van Rubens nog, werd dat altijd gezien als een stijl. Ja. En een stijl die je moet kennen. En als je die stijl goed kent, dan kun je pas een artiest worden. Ja, ja. Je bent artiest, dat zijn we eigenlijk allemaal. Maar je moet wel de stijl kennen. Dat is het recept. Meer moet ik er eigenlijk niet over zeggen, want ik heb alles gezegd. Hè. Dus in, hoe zou ik zeggen... In welke mate dat ik daar nu zelf in geslaagd ben, dat weet ik niet. Als ik zo zie naar de moderne kunst en al wat onder die dekmantel van de moderne kunst allemaal ten berde komt, dan vind ik dat eigenlijk, hoe zou ik het zeggen, dat daar heel veel rommel tussen zit. Ik heb niks tegen de moderne kunst, maar ik vind dat moeilijker te begrijpen dan de klassieke kunst. En waarom? Daar kun je veel in wegsteken. Als je klassiek schildert, dan kan een gewone mens bijna zien, ja, die herkent er iets in of die ziet er iets in. Niet dat dat erom goed of minder goed gedaan is, maar onder de moderne kunst houden de mensen zich in. Dan durven ze eigenlijk niet goed voor hun mening uitkomen, omdat ze weten, als ik nu zeg, ik vind het lelijk of ik vind het niet goed, dan worden ze misschien daar hun buurman verslijten, verdom. Verstaan je wat ik bedoel? He? Dus, maar de moderne, die zijn voor mij even goed, maar je moet dan ook een goeie nemen. He? En ik ben van de moderne kunstenaars, vertrek ik vanaf Paul Cézanne. Dat is de grootste moderne kunstenaar voor mij die er ooit geweest is. Met als die er niet zou geweest zijn, dan zou een Picasso er ook niet geweest zijn en een Braque en al die mensen die erna gekomen zijn, zouden er ook niet geweest zijn. Zo. Oké, dankjewel.